Wethouder Jacco Knapen, de herinrichting van het Hoornersplein. Het is al eigenlijk begonnen, u heeft net de officiële starthandeling gegeven. Wat gaat hier de komende tijd gebeuren? Nou, zoals heel veel mensen denk ik wel weten, is het plein echt aan een herinrichting toe. Dus alle bestrating gaat eruit en we gaan weer mooie, wat bredere parkeerplekken maken. We gaan ervoor zorgen dat de wandelpaden richting het winkelcentrum, dat die een goede aansluiting krijgen op de ingang. Dus grote wandelpaden en een heel stuk vergroening van het gebied gaat er plaatsvinden. Dus al met al gaat het er veel mooier uitzien dan dat het nu is. Ik denk de mensen die hier regelmatig komen, die snappen wel waarom het aan vervanging toe is. Niet iedereen komt hier. Waarom is het aan vervanging toe? Nou kijk, de stenen zijn gewoon sowieso aan vervanging toe. Hè. Eens in de zoveel tijd moet je de bestratingen natuurlijk uithalen. Kunnen kuilen invallen enzovoort. Dus het moet ook toegankelijk blijven, het winkelcentrum. En als je die stenen er nu uithaalt, ja, dan breken ze eigenlijk. Zo oud zijn ze. Dus dat betekent dat je toch naar nieuwe stenen moet. En tegelijkertijd zien we ook dat we in deze tijd, hè, het is niet alleen meer een parkeerplaats, maar het is meer een verblijfsgebied midden in die wijk, een plek van ontmoeting. Dus dan zijn er ook andere eisen aan te stellen. Dus dat betekent ook dat je die bredere wandelpaden, gelegenheden waar je even kunt zitten, waar je goed je fiets kunt stallen, waar het gewoon prettig is om aan te komen bij een winkelcentrum. We hebben even teruggezocht over dit project. Er is al heel veel over geschreven en over gezegd. Het zou eind 2022 starten, het is nu begin 2023. Waar komt die korte vertraging door? Nou, we hadden ook nog een andere partij in ons project, dat was Liander. Die moest voor een goede aansluiting zorgen voor de stroom. En zoals je weet is er veel werk voor Liander te doen, niet alleen in onze gemeente, maar ook overal. En daarom is dat wat uitgelopen, maar ik ben blij met de start nu. En we hopen toch voor de zomer een heel stuk klaar te zijn en na de zomer aan de vergroening te werken. Zodat we dit jaar echt het eindresultaat kunnen gaan zien. Ik denk de belangrijkste vraag, blijft het winkelcentrum bereikbaar tijdens de werkzaamheden? Ja, we pakken het gefaseerd aan. Dus dat betekent dat er altijd overlast zal zijn voor de bewoners, voor de winkeliers, voor de bezoekers. Maar wel zodat er nog ruimte is voor te parkeren. Daar moeten we even doorheen. En als we straks een mooi eindresultaat hebben, dan is iedereen dat weer snel vergeten. Tot slot, worden de parkeerplaatsen iets breder, want die zijn nu echt heel smal. Zeker, dus ze worden wel breder, zodat we makkelijk kunnen inparkeren met de grotere auto's van tegenwoordig. Wethouder Jacco Knapen, dank u wel. Graag gedaan.